Dag beste kiekers, welkom bij de 36e en tevens de laatste aflevering van Sasdonk TV van dit carnavalsseizoen. Wij hopen dat jullie hebben genoten. En hopelijk zien we elkaar volgend seizoen weer terug. In deze aflevering nemen we jullie met naar alweer de 18e carnavalsmis van Sasdonk. Tot een volgend seizoen, zal ik maar zeggen. Hartelijk welkom aan iedereen hier aanwezig. Parochiaan of gast, gewend of onwennig in deze kerk. Iedereen is welkom in de naam van onze God. Die is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Als ik goed geteld heb, is het de 18e keer dat wij hier bijeen zijn in dit Godshuis. Eerst in de Vrijzeniskerk en later hier de tweede keer nu in deze basiliek. Om even een momentje stil te staan, om ons gevangen te weten in al het feestgedruis. En om ons te richten op dat wat er werkelijk toe doet, het woord van onze God en de liefde voor hem, voor iedereen die hier ook aanwezig is. Een speciaal welkom natuurlijk aan de hoogwaardigheidsbekleders in deze dagen, de prinsen en prinsessen van de verschillende verenigingen. En ik wil ze graag ook even aan u voorstellen. En mag ik u vragen, als ik uw naam noem, prinsen en prinsessen, om te gaan staan en even voor mij hiervoor op het altaar komen staan. Van de Tonnezotters mag ik vragen aan prinses Henrike en de adjudanten Sanne en Anoushka om naast mij te komen staan. Van de Eileuvers, prins Kine de Eerste en de adjudanten Neuzen en Oren. Wie is de neus en wie is nou de oor? Oh. Van de Jeugd, prins Jasper en de adjudanten Anouk en Stef. Ja, die herken je zo, dat zie ik. Van de Oelewappers, prins Lollium,
Een adjudante-admiraal Aqua en luitenant Humus. Van de wezenloze, prinses Ster en adjudante Zon en Maan. Van de deurzakkers, prins Bike en adjudante Binnenband en Buitenband. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Van de gleuvenskoevers, prins Kokkie de Eerste en adjudante Spijker en Bonkie. Van de knienenbelters, prinses Christel en presidenten Ronald en Angela. En dan van de net één anders, prins Willem en de adjudanten Amalia en Alexia. Nou. Van de peppenbussies, prinses Ivy en adjudanten Steek en Vino. Nou, ben ik benieuwd. Van de aanmakers, prins Fluit en adjudant Rode Kaart. Van de jeugd, prinses Isabella en adjudante Carolien en vorst Harald. En dan nu een van mijn favorieten in namen. De Hunnen met vrouwen Attila de Vierde en adjudante Onegesius en Edekom. Jullie doen het er gewoon om. En dan de beste paardjes. Prins Deel en adjudant Devlin. Beste prinsen en prinsessen, mag ik jullie vragen, nu jullie hier staan, om jullie steek af te leggen op de trappen. Als jullie je even omdraaien, dan kunnen jullie het wel. Op de trappen hier ga ik jullie steek en jullie scepters neerleggen om over te dragen aan de eeuwige, bij wijze van symbool. En deze, om in dit uur God centraal te stellen. Gaat dat goed? Gaat het lukken? Je moet je ook doen. Ja, nee hoor, voor mij hoor, je moet je ook naar beneden. Ja, hey, je kan beter hier zo even dan daar hier liggen. Kom maar. Ja. Oh ja. En daarna wil ik u verzoeken om weer op uw plaats terug te zitten, te gaan. Thank you.
carnaval vier je niet zomaar. Dat doe je met een bepaalde intentie, een bepaalde doelstelling. Mag ik u vragen om het stil te maken in onszelf en ons te richten op de bron van ons leven, onze God? In een leven gaan dingen niet zoals ze graag zouden gaan. Kwetsen we anderen door ons gedrag of door onze woorden? Voor al die keren dat wij God en elkaar niet zagen staan. Voor al die keren dat wij ons verloren in de sleur of juist daarin gevangen voelden. Leggen wij onze gebeden en keren wij ons tot God. En vragen wij elkaar en God om ontferming en vergeving in het gebed op pagina 4. Eeuwige, onze God, zie ons, uw mensen, zo goed en zo zot als we zijn. We springen deze dagen wat vaker uit de band, maar leven soms ook in de ban van de afgemeten maat. Wees met ons begaan, neem weg wat op ons drukt. U roept ons op, heilig, heelmakend te zijn. Vaak zijn we niet zo prettig en stoorzenders voor anderen. Zie ons en zegen ons, want met al ons goed en kwaad zijn wij mensen van u. Wij storen onszelf ook vaak aan mensen die anders zijn dan wij. En toch weten wij, zij zijn ook beeld van u. En voor al de keren dat wij tekortschoten, wij bidden om ontferming. Zie ons aan, mensen van alle slag, en wees er met uw ontferming dat wij ons omkeren naar u. We openen de Heilige Schrift en bij het lezen van het evangelie verzoek ik u hierbij te gaan staan. Nabije God, u roept ons samen in dit huis van gebed rond uw woord. Wij vrouwen en mannen, kinderen groot en klein, zo veelkleurig en veelsoortig als wij hier vanmorgen mogen zijn. Maak
dat wij openstaan voor uw woord, dat wij worden geraakt, dat we liefde durven geven, ontvangen, zodat we elkaar tot zegen kunnen zijn. Amen. En we lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij Christus. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje aan van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen sprak hij in zijn toespraak, nadat hij die had geëindigd, tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben wij gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden ze de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Zo spreekt de Heer. U mag weer gaan zitten. Zo af en toe is het net gymnastiek, maar het is goed voor je bloedsomloop, moet je me denken. Gevangen in Sassendonk. En wat is het dan toch ontzettend fijn om in zo'n mooie carnavalstad als Sassendonk te zijn. Zo loop je gisteren met z'n allen de stoet der dolle dwazen. En kijken jullie misschien gisteravond iets te diep in de glazen. Maar het is toch maar weer dat we hier allemaal weer zijn. Want zoals de deur van deze kerk in barmhartigheid opende heel bedeesd, was de kerk, zoals je ziet, een seconde later gevuld met feest. Hoe komt dat toch dat u zich zo laat vangen en zich op hol laat brengen door al die feestgezangen? En dan kijken we even naar de lezing van vandaag. Die ging over het volgen van Christus zijn vraag: "Vaar naar het diepe water en je zult het zien even later. Als je de netten hebt uitgezet, heb je even later grote pret. Want je hebt zoveel vis aan de lijn dat een tweede boot wel nodig zal zijn." Vissen vangen leek het woord van de taal. Doch de bedoeling van Christus is een heel ander verhaal. Zijn discipelen werden met zijn woord gezonden en hebben in de gehele Westerse kerk tot hier in de basiliek aan toe navolging gevonden. Het gaat in het christelijk leven om het werkelijk zien van je medemens, over liefde geven, aandacht schenken en barmhartigheid krijgen als hartewens. Een serieuze aangelegenheid en ook in tijd van carnaval zeker geen onbezonnenheid. Want doordat we ons af en toe laten gaan, zijn we even los van moeten en van loopbaan. Even gezond en weg van de sleur geeft het leven wat oprechte kleur. Daardoor worden we gevangen in dit mooie Sassendonk
en vieren feest in de katholieke honk. En om het helemaal te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Waarbij het natuurlijk wat jaartallen niet vermijdt. Carnem levare, lezen we in het kerklatijn. Wat zoveel als de verlichting van het vlees zal zijn. Ik weet niet of dat lichte gevoel de alcohol zal wezen, die u in de late avond naar huis doet zweven. Maar alvorens de vasten in te gaan, moesten vroeger de wintervoorbereiden van de baan. Al dat feest was de kerk toen wel een doorn in het oog. Maar de kalender gaf wat hoop in het betoog. Geen vlees, wijn of biertjes in de 40e tijd, dus opmaken, maar op vastenavond die bederfelijkheid. Dat vond men in het oude Zool ook wel een aardig plan, zodat de navolging van het zuiden bij vele katholieken en andersgezinden kwam. Dit plezier kon men wel bekoren. En zo werden in 57, 64, 67 en veel later in de stad en het kerspel de eerste verenigingen geboren. En met de wetenschap dat een feestje zonder regels alleen maar leidt tot gezeur en gedoe, werd daarom een zot, en u ziet ze hier voor me, met een raad van 11 gekozen om het in te kleuren. Daarna werd prins en aanvoerder voor de eerste dronk, waarna de stad met oude Saxes werd verbouwd tot Sassendonk. Als rite en symbool kiest ieder zijn feestkleding zonder gedraal en herkennen we ieder met zijn eigen verhaal. Burgemeester Meijer bijvoorbeeld gaat naar mij weten in het feestje zonder een pad vinden zonder pad heten. Nu, u zult mij geloven, lieve vrienden, dat ik hoop dat hij het pad in de gemeenteraad na het feestje wel zal gaan vinden. Een verdere bekende naam zult u mij vragen. Neem nu Hermans, de burgervader uit oude dagen. Als bruggenwachter ging hij hier door het land. Dat was helemaal best, want van de Eerste Kamer, daar had hij geloof ik niet zo heel veel verstand. Nu is als rite de blauwe vinger ook aan het Zwolse gebonden. En dat is een verhaal uit een oude doos gezonden. Natuurlijk kent u dat van het Kampense stuiverstellen, of kan ik het u het verhaal van de Gelderse mijnedigen vertellen? Nee, bij ons leeft het Sassendonks verhaal. En kent u dat allemaal? Want daarvoor zijn we wat we zijn, een blauwvinger met gein. Zo vertelt het verhaal, ging men ooit uit vissen in het Gieterse land. Doch bij café De Blauwe liep het gierend uit de hand. De mistelbloembrande wijn die werd daar ruim ontdekt, maar de scherpheid wel met wat Zwolse barmhartigheid in de vorm van bruine suiker bedekt. Op een avond eind 60 werd het mixje in het carnaval bij Wintjes geïntroduceerd, waardoor het blauwe handje drinken in de carnaval nooit meer werd verleerd. En dat blauwe handje, dat zit ons in het bloed. En daarom nog wat Sassendonkse gezegden als te goed. Houd uw budget altijd in ere in het land. En feest als carnavalsganger zonder gat in je blauwe hand. Wees liefdevol als Christus en ga met vergeven vrede bereiken. En doe dat door met je blauwe handje eens over je hart heen te strijken. En geef reden in deze dagen, ook al word je misschien wat moe, maar steek immer je maatje je eigen blauwe handje toe. En weet dat één blauw handje geen carnaval zal zijn, maar samen als vierders met plezier en jolijt dat wel zal zijn. En vergeet niet mijn vriemels als groep te feliciteren. Met 11 jonge carnavalsjaren oud mogen toegestoken handjes, blauwe handjes, zeker niet ontberen. En zit het carnaval voor u toch even niet mee, dan kijk met heel veel plezier naar Sassendonk TV. Gevangen in Sassendonk in het feestje van onze Heer, is het bijzonder dat pastor Reewijk en ik u mogen vangen in symbolen en riten
bij onze lieve Heer in deze kerk hier weer. Samen bidden, zingen en beleven in stilte en verbondenheid. Of hoe je het persoonlijk ook doet. Met elkaar het feest vieren bij Christus voelt altijd goed. En daarom mogen we zingen in blijheid en plezier. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Grote vreugde in Gods aangezicht. Maar in het vertrouwen dat God met ons is en ons draagt en ons begeleidt, leggen wij onze gebeden aan God voor. Goede God, ook al zijn we niet altijd bij u met onze gedachten en misschien nog wel minder met onze daden, u kent ons. U bent bij ons, u draagt ons, u bent ons niet vergeten. En daarom willen wij u bidden voor al die mensen die niet meer kunnen genieten van het leven. Die geen uitweg meer zien uit hun duisternis en verdriet. We vragen u, wees aanwezig bij hen. God, we bidden voor mensen die lijden onder geweld en misbruik. Voor de ontheemden en de vluchtelingen die niet meer als mens gezien worden. En we vragen u, wees hen nabij. Goede God, we willen bidden voor hen die leven in het voetspoor van Jezus. Die tegen de stroom in die weg willen gaan.
En we vragen nu, wees hen nabij. We willen bidden voor iedereen die hier aanwezig is. Dat wij mogen genieten van het feest van carnaval. Dat het ons kracht en levensvreugd mag geven. En we vragen u, wees ons nabij. We willen bidden voor alle zieken. Thuis en in zieken- en verpleeghuizen. En we vragen nu, wees hen nabij. En we willen bidden voor onze dierbare overledenen, voor wie wij vandaag bij name willen noemen. Theo van de Vechten, Johan Boeven, Jan van den Berg, Ria Halfwerk, Jan Michiel, Alfred Nijenstein, Henk Schutter, Harry de Jager, Ria Dijk, Paul Wiertz. En voegen wij in een moment van stilte de gedachten en intenties die leven in ons hart daaraan toe. God, u bent ons niet vergeten. Nooit laat u ons vallen. Verhoor ons gebed en maak ons gevangenen van uw woord. Mensen naar uw hart. Niet alleen vandaag, maar alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. U merkt het al, onder het begin van niet kniezen en niet zeuren zijn we begonnen met de collecte. En elk jaar bestemmen we de collecte deels voor kosten van deze viering in deze kerk
en anderzijds voor een goed doel. En dit jaar hebben wij als goed doel gekozen Schulphulpmaatje in Zwolle. Schulphulpmaatje leidt mensen op die begeleiding gaan verzorgen naar mensen toe die het moeilijk hebben om administratie te voeren of mensen die het moeilijk hebben om de geld aan elkaar te knopen en rekeningen te betalen. Inmiddels is in 2 jaar tijd zijn er zo'n 40 schulphulpmaatjes actief in Zwolle. En om die met studie en met ondersteuning goed te kunnen blijven begeleiden, hebben we geld nodig daarvoor. En ik kan u deze collecte van harte aanbevelen. In de tussentijd gaan we wel verder met ons muzikaal intermezzo. Zal prins Henrique die voor ons nog een keer laten horen. Zalig zij die om zichzelf kunnen lachen en zij vermaken zichzelf.
Zalig zij die zichzelf niet al te serieus nemen. Zij zullen wijs zijn. Zalig zij die zich niet achter een masker hoeven te verbergen. Zij worden door hun medemens zeer gewaardeerd. Zalig zij die een muis van een olifant kunnen onderscheiden. Zij zullen in het leven veel bereiken. Zalig zij die kleine dingen serieus nemen en grote problemen positief benaderen. Zij zullen voor gepieken gespaard beleiden. Zalig zij die in ieder mens een beeld van God zien. Zij zijn mensen met wie men graag gezien te maken heeft. Maak wij het stil en keren wij in gebed. Hier samen voor uw aangezicht bidden wij om uw aanwezigheid, om een rots in de branding te zijn, om uw liefde en leven gevende kracht. Maak dit samenkomen rond uw woord tot een baken van nieuw elan, van inzicht en uitzicht. Doe ons opleven in uw geest van bevrijding, mensen steeds meer open en ontvankelijk voor elkaar. Goede God, herschep het vertrouwen dat wij hier vinden tot een nieuwe koers. Vanwege zoveel mensen die onder de voet gelopen worden. Vanwege zoveel die niet gezien worden. Maak de heenreis hier naar u tot een terugreis naar elkaar. Geef dat ons gebed leidt tot nieuwe bereidheid om elkaar niet los te laten. Waar wij deze dagen uit de band springen als stormen die de huizen teisteren, doen we dat in het besef dat ook stilte en bezinning deel van ons zijn. Zo werd ons voorgeleefd door Jezus uw Zoon en wiens woorden wij tot u bidden. En mag ik u vragen als u kunt om te gaan staan met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Mag ik vragen aan Marjan voor het gedicht door de tonnenzotters? Dag lieve medemens, neem de tijd om gelukkig te zijn. Dag lieve medemens, neem de tijd om gelukkig te zijn. Je bent een wandelend wonder op aarde. Je bent enig, uniek, onvervangbaar. Weet je dat? Waarom sta je niet verstomd? Ben je niet verbaasd over jezelf en over al die anderen om je heen? Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend dat je leeft? Dat je leven mag, dat je tijd krijgt om te zingen en te dansen, om gelukkig te zijn. Waarom dan de tijd verliezen in een zinloze jacht naar geld en bezit? Waarom je een massa zorgen maken om dingen van morgen en overmorgen? Waarom ruzie maken, je vervelen, je verdrinken in zinloos amusement en slapen als de zon schijnt? Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn. Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon. Christus kwam binnen en de eerste woorden die hij de aanwezigen toesprak was het woord vrede. Vrede leeft in ons hart en brengt ons allemaal bij elkaar. Vrede doet jezelf openen. De Heer is het zelf die ons vraagt om in warmte van ons eigen hart vrede te geven. Ik nodig u uit die vrede te geven aan uw buurman of buurvrouw middels een handdruk. De vrede van de Heer is altijd bij u.
en geef elkaar dat teken van die vrede. Laat ons zingen in vrede. Ga nu heen in vrede. Deze carnavalsviering. Maar er zijn nog mededelingen en ik wil graag vragen aan Brenda om die voor ons te komen doen. Als eerste een woord van dank aan iedereen die deze mis mogelijk heeft gemaakt. Natuurlijk onze pastor Yvan Reewijk,
diaken Fokke van Dalen, kapel Wolfspolle en natuurlijk ons gelegenheidskoor. Onder leiding van Jan Bos, de kosters Paul en Maria en natuurlijk de organiserende vereniging De Tonnenzotters. Verder hebben wij ons jaarlijks terugkerend bloemetje. Wij vinden dit jaar dat het bloemetje in goede handen is bij de kosters Paul en Maria. Graag beide of een van beide even naar voren. Ze zijn hier namelijk erg druk mee geweest en zorgen elk jaar weer heel goed voor ons. Dus, waar zijn ze? Zien we ze? Ah, hij staat op de voordeur. Beste hoogwaardigheidsbekleders en uiteraard mensen hier in onze kerk. We zijn gekomen aan het einde van deze viering. Maar ik wil u vragen om uw steek en uw scepters weer te komen halen. Om daarmee al het goede te doen in deze dagen. Opdat wij allen jullie kunnen volgen. Pak op. Ik nodig u uit om dit weer ter hand te nemen. En dan wil ik u verzoeken allemaal te gaan staan. Voor het ontvangen van de zegen. De levende zegene en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht. En wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over uw aangezicht. En geef ons vrede. En gaat dan allen heen in die vrede in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik wens u en u allen een hele fijne voortzetting. En heel veel plezier, heel veel vreemden en heel veel blauwe handjes toe.
een hele fijne carnaval. De Zwollenaar. Oh.